We zijn vandaag in Schonebeek in Drenthe op de ondergrondse infradag die ProRail heeft georganiseerd, waarin toeleveranciers, aannemers en adviesbureaus laten zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ondergrondse infra. De grondradar die hier achter ons staat, dat is een apparaat waarmee ondergrondse kabels en leidingen kunnen worden gedetecteerd zonder dat je hoeft te graven. Nou, dat is voor ons als ProRail een heel belangrijk apparaat, omdat we een project gestart zijn, Grip op ondergrondse infra, waarin we voor het hele land de ligging van kabels en leidingen in kaart gaan brengen. Deze apparatuur die maakt het mogelijk om dat op een efficiënte en snelle manier te doen. Hier zie je een dergelijke opstelling, dit is een proefopstelling, waarbij je weerszijde een meetantenne hebt en een mainframe, een computer waarbij die in die data verzameld wordt. En je hebt GPS waarbij de XY-positie wordt vastgelegd. Op deze manier breng je de spoorkruisingen in kaart. Nou, combineer je deze meting met metingen langs het spoor, dan kun je daar zo stelselmatig met een aantal meetronden breng je alle kabels en leidingen van ProRail in kaart. Ik vind het belangrijk dat er een branchegerichte oplossing komt die zorg draagt aan de vermindering van graafschade bij het spoor, zodat de reiziger veel meer een constante dienstregeling heeft. En dat is alleen maar ten voordele van ProRail.